إنك حميد المجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد. Mr. Brothers and Sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ik groet jullie met de islamitische groet en ik heet jullie van harte welkom in een van deze huizen van Allah subhanahu wa ta'ala. We zijn bij elkaar gekomen in deze moskee inshallah om kennis op te doen over deze verheven dien in deze verheven maand. Over deze maand zegt de profeet sallallahu alaihi wasallam dat de poorten van het Jannah wagenwijd geopend zijn en de poorten van Jahannam gesloten zijn. Vandaag inshallah zullen we praten over de dag waarin ieder van ons voorbereidingen voor dient te treffen. De dag waar alle profeten hun volkeren voor hebben gewaarschuwd. En deze dag waar ook onze profeet sallallahu alaihi wasallam ons voor heeft gewaarschuwd. En deze dag die wordt door Allah subhanahu wa ta'ala bij meerdere namen genoemd. Yawm al-Qiyama, Yawm al-Bahth, Yawm al-Nushur, Yawm al-Hasra, Yawm al-Qiyama, Al-Waqi'a, Al-Tamatu al-Kubra, Al-Ghashiya, Al-Haqa. Dit zijn allemaal namen die Allah subhanahu wa ta'ala heeft gegeven voor Yawm al-Qiyama, Yawm al-Hisab, Al-Yawm al-Akhir. Imam Qurtubi, hij zegt in zijn tafsir op de Koran dat vanwege de zwaarte van deze dag en vanwege de angstaanjagende gebeurtenissen op deze dag heeft Allah subhanahu wa ta'ala deze dag met zo verschillende namen beschreven en met verschillende eigenschappen. De dag dat de mens zal afgerekend worden, de dag dat de mensen zullen staan voor hun Heer, de dag van spijt. Al dit soort namen die geven ons aan een kleine blik over hoe het zal zijn op deze dag. Al-Hafid, al-Imam, al-Hadith, de grote geleerde Ibn Hajar al-Asqalani, hij zegt dat de namen voor deze Yawm al-Qiyamah in de buurt komen van 50. En ik zei dat alle profeten die zijn gestuurd naar hun volkeren, hun volkeren hebben gewaarschuwd voor deze dag. En Allah subhanahu wa ta'ala zegt ook in de Koran: أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Denken jullie dan werkelijk dat jullie zomaar zijn geschapen en dat jullie niet terug zullen keren tot jullie Heer? إِنَّمَا تُعَدُونَ لَوَاقِعًا, zegt Allah subhanahu wa ta'ala in de Koran. Waarlijk, datgene wat jullie is toegezegd zal zeker geschieden. Het geloven in Yawm al-Qiyamah, het geloven in deze dag, is iets wat het verstand accepteert. Is iets wat de fitra van de mens, de natuurlijke aanleg van de mens accepteert. De fitra van de mens is volledig in vrede met het geloven dat er een dag zal komen waarop je zal afgerekend worden, beste broeder of zuster, voor je daden. Hoe kan het zijn dat grote onrechtplegers die wellicht zoveel bloed hebben kleven aan hun handen ongedeerd zullen blijven? Dat mensen die alles hebben gekregen in deze dunia vervolgens ook ongedeerd zullen blijven en niet zullen worden gevraagd over al deze rijkdommen? In een overlevering zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam dat op Yawm al-Qiyamah de meest rijke persoon van Ahlul Dunya, van Bani Adam, zal worden gehaald. En hij wordt maar voor een ramsa, voor een fractie van een tijdseenheid, wordt hij geplaatst in Jahannam. Deze persoon was de rijkste van de rijkste van de rijkste mensen. Hij heeft alles gehad wat Allah subhanahu wa ta'ala hem heeft gegeven, maar nooit heeft hij shukr lillah gezegd. Nooit heeft hij alhamdulillah gezegd. Nooit heeft hij sujood gedaan voor deze gunsten die Allah tabaraka wa ta'ala hem heeft gegeven. En deze kleine tijdfractie zal die worden geplaatst in Jahannam.
En vervolgens zal Allah tabaraka wa ta'ala aan hem vragen: Ja Abdi, o mijn dienaar, heb je hiervoor ooit iets goeds gekend? En hij zal antwoorden: Wallahi, ik heb hiervoor nooit iets goeds gekend. Een tijdsfractie, niet eens een seconde, beste broeder en zuster, heeft deze persoon doorgemaakt in Jahannam. Heeft ervoor gezorgd dat hij alles is vergeten aan het goede wat hij heeft gekregen. En zo ook de meest beproefde persoon onder de mensen. Niemand mocht hem, iedereen schoot hem uit. Hij had kinderen die hem niet respecteerden, die hem uitscholden. Hij had wellicht een baan waar hij geen aanzien in had. Kortom, deze persoon is de meest beproefde persoon. Maar deze persoon die wist dat hij op deze wereld was geplaatst met een doel. Dat hij terug zou komen tot een dag waarop hij afgerekend zal worden. Waarop hij beloond zal worden voor zijn standvastigheid. Voor zijn sabr. Voor zijn sabat. En deze persoon die de meest beproefde persoon is. Die zal vervolgens een fractie van een tijdseenheid in de Jannah worden geplaatst. En hij zal alle gunsten van de Jannah in die korte tijdseenheid zal die meemaken, zal die ervaren, zal die met aynul yaqeen zal die zien. Met een zeker oog. En vervolgens wordt hij uit deze Jannah gehaald, beste broeders en zusters. En vervolgens zal Allah tabaraka wa ta'ala hem vragen: Ja Abdi, heb je hiervoor ooit iets slechts gekend? En hij zal zeggen: Wallahi, ik heb nooit hiervoor iets slechts gekend. Alles is hij vergeten. Alles is hij vergeten. Alles slecht wat hem ooit is overkomen. Al die zwaarte, al die moeite, al die beproevingen. Hij is het vergeten. En dit is het doel waar we voor zijn geschapen, beste broeder en zuster. Insha'Allah, om Allah tabaraka wa ta'ala te aanbidden. Zodat wij inwoners mogen zijn van de Jannah. Maar alvorens deze Jannah of deze Jahannam van Allah tabaraka wa ta'ala binnen te treden, zullen we het hebben insha'Allah over Yawm al-Qiyamah. En in de bekende overlevering van Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, waarin hij overlevert dat op een dag een man in witte kleding bij de profeet sallallahu alayhi wa sallam kwam en hem vroeg over de islam en hem vroeg over iman, zei deze man, die natuurlijk, zoals iedereen weet, Gabriel, Jibril alayhi salatu wassalam was, zei: Akhbirni aan het iman. En de profeet sallallahu alayhi wasallam, hij zei: An tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wal yawm al akhir. En de laatste dag, dat je gelooft in de laatste dag. Het is van de aqide van de moslim dat hij gelooft in de dag waarop hij afgerekend zal worden voor zijn daden in deze dunya. En het behoort dus tot de vijfde zeil van de iman. En beste broeders en zusters, Allah tabaraka wa ta'ala zegt in de Koran: Wa nufiha fi sur, fa sa'iqa man fi samawati wa man fi al-ard, illa man sha'a Allah. Het zal op de trompet worden geblazen en iedereen zal neervallen behalve degene wie Allah wil. Er zal een tijd komen, beste broeder en zuster, aan het einde van deze wereld, dat de goede mensen niet meer zullen bestaan. En er zal dan een tijd komen, en Mohammed sallallahu alayhi wasallam heeft daar tekenen voor gegeven, grote tekenen en kleine tekenen die zich zullen plaatsvinden. En de kleine tekenen natuurlijk, die hebben zich allang voorgedaan. Het is alleen nog wachten op de grote tekenen van Allah subhanahu wa ta'ala. Dan zal de tijd komen dat de engel van Allah subhanahu wa ta'ala zal blazen op de trompet. En Mohammed sallallahu alayhi wa sallam zegt in een overlevering: Hoe kan ik genieten? Hoe kan ik gerust zijn? Terwijl de engel van Allah reeds zijn lippen heeft geplaatst op de trompet en zijn blik niet afhoudt van de troon van Allah subhanahu wa ta'ala, wachtende op het bevel dat hij zal blazen op de trompet. En als dat gebeurt, beste broeder en zuster, dan zal het zijn
dat de mensen die nog leven alles zullen neervallen.